Bij mij staat Robert Rijken, een van de initiatiefnemers van Kaskum Culinair. Robert, volgens mij moet jij met zo'n weekend een heel tevreden man zijn. Dat ben ik absoluut. Ik voel me gezegend met dit mooie weer. Het is helemaal top. En overigens welkom op dit mooie plein. Ja, dankjewel. Afgelopen vrijdag 7 september, de eerste dag. Vertel eens, hoe is het gegaan dit weekend? Was het zo druk zoals het nu al hier op zondagmiddag is? Het was inderdaad op vrijdag vrij druk. Vrijdagavond is natuurlijk wel een moment dat je zoiets hebt van, nou komen er wel mensen op af, want er zijn genoeg andere perikelen. Maar we hadden volle bak en we hadden heerlijke muziek erbij. Het was windstil, sterrenhemel, dus ja, het was helemaal top, helemaal goed. Ja, het weer is toch wel een belangrijker ingrediënt om maar binnen de smaken te blijven wat dat betreft, hè, voor zoiets. Absoluut, sfeer proeven en daar heb je ook zon bij nodig. En wat dat betreft mogen we echt, ja het was helemaal top. Ik mag niet anders zeggen, nee. Gezien alle restaurants die eraan meedoen, mag Kaskum toch wel trots zijn op zo'n rijke keuken, denk ik. Dat heb je goed gezien inderdaad. Als je ziet wat de diversiteit aan restauranten is en de diversiteit aan hapjes die ze maken. Maar dat ze zich ook hebben weten te zetten tot een culinair niveau. Dat vind ik wel echt, daar mag Kaskum trots op zijn, absoluut. Ja. Het is voor het tweede jaar dat het georganiseerd wordt. Er is ook veel meer entertainment aan toegevoegd ten opzichte van vorig jaar, hè? Ja, ik heb het al tegen een aantal mensen gezegd. Vorig jaar waren er bezoekers die zeiden van het voelt als Koninginnedag op een buitenlands terras. Waarbij het heerlijk is om elkaar te ontmoeten. En wat is er nou mooier om elkaar te ontmoeten met kinderen, met jongeren? Ja, dan moet je ook een stukje entertainment moet eraan toevoegen. En dat hebben we dit jaar in geïnvesteerd. En dat is goed bevallen tot nu toe. En workshops van allerlei koks, daar is volgens mij ook al enthousiast op gereageerd, hè? Er is heel enthousiast op gereageerd. We hadden zojuist twee masterclass voor kinderen van Peter Luthe, wel bekend van tv. En nu op dit moment is het etenhuisje bezig en ja... Ze vinden het heerlijk om de chefs het podium te bieden, want het zijn de artiesten uiteindelijk. En dat is leuk. Mensen willen graag zelf koken. En de chefs willen het eigenlijk ook wel heel graag laten zien wat ze kunnen. Joost, je hebt net meegedaan aan een van de masterclasses van Miguel Bakker, dacht ik, hè, van het eethuisje. Je bent het nu aan het eten. Is het geslaagd? Ja, het is zeker geslaagd. Hartstikke lekker. Dus wel leuk om te doen. Wat heb je precies allemaal bereid? We hebben hier, wat is het voor... Hoe heet dat? Jodahaas. En we hebben lumpia rolletjes gemaakt. En nog een soort lumpia dingetjes gemaakt. En daarbij hebben de andere groep die heeft de vissengerechten gemaakt. De kokkie en de sushi. En wat hadden we nog meer? De oesters. En rauwe stukjes makreel. En wat hadden we nog meer? Zat er nog meer bij? Heel diverse. Heel erg, ja. Allemaal lekkere dingen. Ja. Thuis ga je dit volgende week ook voor jezelf maken? Dat gaan we zeker weer even uitproberen. Dus dat, ben jij zo'n kok? Ja, ik vind het erg leuk om te doen. Dat, ja. Dus dat, workshop gaan volgen hierna. Ook bij Michiel? Ja. Als hij dat doet, gaan we dat weer doen. Want u bent ook, neem ik aan, thuis altijd een liefhebber om zelf te koken, maar ook zo'n keuken? Nee, niet. Dit hebben we nog nooit gedaan. Maar dus wel voor herhaling vatbaar dus? Ja. Ja, we willen er meer van. Nou, eet smakelijk. Dankjewel, hè. Peter Luthe van Luthe Roots. Peter, wat ben je precies aan het bereiden? Vlees, dat zie ik. Maar... Ja, vlees. Maar op natuurlijk een waanzinnig mooie barbecue. En wat we hebben gedaan is sucade. Maar hele mooie sucade. En die roosteren we. En dan serveren we met een béarnaise saus. En dikke frieten. Is dat een van jullie specialiteiten? Ja. Kijk, ik heb een restaurant in Oudekerk aan Amstel. Heel ambitieus, helemaal precies van die kleine fijne gerechtjes. En in Limmen hebben we Roots. En in Roots willen we juist het leuke restaurant zijn van de omgeving. Mooie kwaliteit, maar een beetje no-nonsense. Het enthousiasme straalt eraf bij je. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Maar ons vak is gewoon enthousiasme. Het is een ambacht, hè, dit. Ik bedoel, het gaat niet vanzelf. Jullie komen uit Kaskum? Ja. En wat dacht je met dit mooie weer? We gaan dus even lekker alle restaurantjes proeven die hier zijn. Ja, we dachten even gezellig met vrienden, even aan een borreltje en wat eten proeven. Even relaxen. Heb je al wat geproefd? Nee, ik heb nog een rozeetje. Okay. Maar het smaakt me heerlijk. En Maurice, heb jij een bepaalde voorkeur voor een keuken? Nou, ik vind eigenlijk alles wel lekker. Maar Italiaans vind ik toch wel het allerlekkerste eigenlijk. Italiaans, ik weet niet of ze dat hier hebben eigenlijk. Nee, dat weet ik ook niet. Ik ga het straks uitproberen allemaal. Oké, veel plezier. Dankjewel. Michiel Bakker, jij bent ook iemand die zo'n workshop of masterclass geeft van het eethuisje. Wat ga je zo meteen doen? We hebben een Oosterse workshop. We doen eigenlijk sashimi, sushi. We maken teriyaki. We doen ook wat vleesgerechtjes. We doen een lumpiaatje met Peking eend.
We maken een rijstflensje, daar doen we wat geroosterde ossehaas in met garnaaltjes. En we hebben voor de Japanse keuken gekozen omdat het eigenlijk gewoon snelle gerechtjes zijn. Dus mensen kunnen meteen aan de slag, lumpiaatjes rollen, groentetjes snijden. En daarna gaan we natuurlijk lekker opeten. Japans, dat is niet echt een specialiteit van jullie restaurant, of heb ik dat mis? Nou, we zijn wel een beetje over de grens aan het koken af en toe. Maar Japans is wel is echt een aparte keuken. En dat is een hele andere techniek. Maar af en toe doen we wel een klein uitstapje naar het oosten eigenlijk. Ja. En dit weekend heb je al eerder die masterclasses gegeven? Nou, daarnet hebben we de eerste gehad. En we doen ze eigenlijk alleen vandaag. En we doen er twee. En het is gewoon hartstikke leuk. Mensen genieten echt van het lekkere weer, het lekkere eten. Dus gaat super. Kassikum Culinaire, is het eerste jaar voor u? En dit is voor mij het eerste jaar. Ja, klopt. U houdt wel van een lekker stukje eten? Ja, erg lekker. Het is een heel echt fantastisch idee dit. Ja. Komt u zelf uit Kassikum? Ik kom uit Kassikum Bakkum, ja. En bent u er al vanmiddag lang of bent u eigenlijk net aangekomen? Ik ben er nu voor de derde keer dit weekend. Dus één keer 's avonds, één keer 's middags en nu dan weer. Ja, gisteravond ook trouwens. Ja. Beetje een gevaarlijke vraag natuurlijk, maar welke keuken vindt u het lekkerste hier van Kassikum Culinaire? Ja, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Ik heb nog niet echt alles geproefd. Het is eigenlijk echt allemaal heel lekker, echt waar. Ja. Ja. Nou, er wordt wat geserveerd volgens mij voor u, dus eet smakelijk. Ja, dankjewel. Okay. En het weekend tot nu toe, het kan niet beter met dit weer. Ik, dit had ik niet verwacht. Ik denk, je evenement, wat is het, half september? Ik denk, dat, als het maar niet heel erg hard gaat regenen, waaien. September is de maand van de wind. Maar dit is waanzinnig. En moet je kijken, het strand loopt nu leeg. En die barbecue ga ik opstoken. Ja. Nou, succes met het vlees. Ik leid je niet langer af. Okay. Misschien iets heel leuks om te vertellen. Is dat ik heb net met de kinderen hier een dessert gemaakt. En dat doen we ook in het restaurant. Dus wat we daar doen, is als de kinderen goed gegeten hebben natuurlijk. Dan mogen ze hun eigen dessert in Roots maken. Daar hebben we een aparte hoek voor gemaakt. Erg leuk, denk ik. Kom je zelf nog wel aan eten toe tijdens zo'n weekend? Dat is ook een hele goede vraag. Nee, helemaal niet. Jammer genoeg niet. Nee. Ik heb in de voorbereidingen gezien wat er allemaal voor lekkers wordt klaargemaakt. Maar ik ga na afloop nog weer eens even lekker evalueren met de restaurants. En dan kom ik niks tekort. Okay, dankjewel. Graag gedaan. Geniet ervan.